Leerlingen vanaf leerjaar 3 van de basisschool, oftewel de eerste klas, komen in aanmerking voor herkansing als het kind niet goed genoeg heeft gewerkt om over te gaan. Dit vertelde Ranjit Jagru, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, vandaag tijdens een persmoment op het departement. De functionaris geeft aan dat er voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de herkansing. De overgangsnormen die zijn inderdaad al belicht in die afleveringen van de route. Als we even kijken naar die overgangsnormen van de basisschool, leerjaar 1 en leerjaar 2, dat zijn de kleuterklassen A en B, die stromen normaal door. Bij de overige leerjaren, dan heb je dan een aantal vakken. Alle vakken worden op een of andere manier meegenomen bij de overgang. Bijvoorbeeld, lezen, schrijven, die zijn meegenomen op een bepaalde manier. Ik ga vandaag niet echt dieper op in. Bij de bovenbouw bijvoorbeeld, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie vallen in een cluster. En je moet een minimaal aantal punten halen, 16. Die expressievakken zitten in een ander cluster, die doen ook mee bij die overgang. Jagru geeft verder aan dat er alleen in de vakken Nederlands en rekenen herkansing gemaakt kan worden. De bedoeling van de herkansing is dat leerlingen die de norm van overgang nog niet hebben gehaald, alsnog een kans krijgen om over te gaan.